Vrulling Rijsdijk heeft het ambt van hoogleraar aanvaard na het uitspreken van haar oratie Gedragsgenetica als onderzoeksgebied in Suriname. Hiermee heeft het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname de leerstoel Gedragsgenetica aan de faculteit der maatschappijwetenschappen ingesteld en aan Rijsdijk opgedragen. Gedragsgenetica is een onderzoeksmethode binnen de sociale en biomedische wetenschappen. Deze onderzoeksmethode maakt gebruik van data van tweelingparen om de effecten van genetische en omgevingsfactoren in te schatten. Dit om vooral de erfelijke basis van eigenschappen in kaart te brengen. Met de instelling van de leerstoel Gedragsgenetica wil Rijsdijk een populatieregister opzetten van jonge tweelingen tussen 0 en 22 jaar. En de vraag is, hoe zou je die tweelingen kunnen identificeren? Dit zou via twee wegen kunnen geschieden. De eerste is via het prenatale dataregister, dat in 2016 opgezet is voor het identificeren van vrouwen met een grote risico op complicaties en zwangerschap en bevalling. Dit register bevat ook informatie over multiple geboorte en zou dus een bron kunnen zijn voor het identificeren van tweelinggeboorte. Het voordeel is dus dat de data digitaal is bijgehouden vanaf 2020, maar een potentieel probleem is dat alleen de naam van de moeder en de geboortedatum van de kinderen is geregistreerd. Er zou dus een follow-up zoekactie moeten geschieden via het Centraal Bureau voor Burgerzaken. Het populatieregister kan volgens Rijsdijk ook worden samengesteld op basis van geboorteboeken en administraties van ziekenhuizen. Echter gelooft de professor dat dit meer zoekwerk zal vergen. Een ander doel waarop de leerstoel zich zal richten, is het opzetten van een populatieregister van oudere tweelingen met diens nageslag. Opsporing van deze tweelingen zou via dezelfde weg kunnen geschieden als beschreven aan de PI, dus via de geboorteboeken van de landelijke ziekenhuizen. Een derde strategie is het opzetten van een zogenaamde Hospital Ascertain tweelingenregister. Het idee is leden van één en twee eigen tweelingparen te identificeren vanuit patiëntengroepen die zich aanmelden voor behandeling in een kliniek of een psychiatrische kliniek. Dit is een bijzonder efficiënte methode om de genetische basis van middenprevalente stoornissen, zoals psychiatrische ziektebeelden, in kaart te brengen. De resultaten verkregen uit dit gedragsgenetisch onderzoek zijn van belang voor onderzoek binnen verschillende wetenschappen, vooral bij psychologie, psychiatrie en geneeskunde. Hulpverleners en beleidsmakers zijn met behulp van deze informatie beter in staat interventiestrategieën te ontwikkelen. Met het instellen van de leerstoel Gedragsgenetica is de achterstand aan oraties en de bekleding van leerstoelen die als gevolg van de COVID-19-pandemie was ontstaan, ingelopen. Aan elke faculteit van de Anton de Kom Universiteit van Suriname is tenminste één hoogleraar verbonden. En tot zover de binnenlandse berichten in het journaal.